Lekker pittig, weinig vet, veel kruiden en groenten. Als het om de Oosterse keuken gaat, biedt de gewone Nederlandse supermarkt voor velen niet genoeg. En dus wijken veel Aziaten en avontuurlijke kokers uit naar de Aziatische supermarkt. In Eindhoven is dat Amazing Oriental, dat precies 10 jaar bestaat. I'm here pretty much every week, sometimes two times a week or once in 2 weeks, depending on how much hunger for Asian food I have. Ik vind mushrooms lekker. Omdat, waarom is het zo lekker? Zo handig, je hoeft niet te koken. Alleen maar rijst of bami, weet je wel, is klaar. Yeah. I think they got a lot of ingredients. That's why I make the food more delicious. We hebben meer gevarieerde gerechten. En die ingrediënten dus heel anders als de Europese. Dus die is wel lekker. Het 10-jarig bestaan werd dit weekend gevierd met een leeuwendans. Het was ook meteen de viering van het Chinese nieuwjaar. Uit de hele regio komen de klanten. En je zou dan vooral denken aan klanten van Vietnamese, Chinese, Indonesische, Thaise of Koreaanse afkomst. Maar volgens de winkel is de meerderheid van de klanten Europees. Ik ben een hobbykok en experimenteer heel graag. En met de groenten wat ik hier allemaal kan vinden en sauzen en kruiden, nou, helemaal goed. Weinig vet, snel klaar, lekker wokken. Ja, pokeballs en zo, daar houden wij wel mee ons thuis. Dus ja. Veel glutenvrije producten en verse groenten, daar komen wij voor. Ja. We houden alle twee, mijn zoon en ik, van Indisch koken en zo, Oosters, Vietnamees. Dus hier moeten we dan onze spullen halen. Yeah. I'm from Poland. We have some foods that are similar to Dutch and I think we like spicy food. So that makes us like Asian food as well. Er is behoefte aan Aziatische winkels en dat is niet vreemd. Eindhoven is immers een internationale stad, met ook veel expats uit het oosten. Ja, ik merk er wel van. Ja, ik kom wel eens op de Woensdagse markt en zo. Daar heb ik zo'n supermarkt in. En ook zaterdag, dan loopt alles door elkaar. Ik vind het wel mooi. It's an easier way for the Dutch people and the international people to get known with Chinese, with Asia, with the cultures and the food. Want ze zijn echt mensen die onder de radar leven, zoals wij dat dan noemen. Ze zijn niet zo nadrukkelijk aanwezig als andere culturen. Mm-hmm. En dat maakt ze ook sympathiek. Het Chinese samenlevenschap is al gesmolten als de Europese of de Nederlander. Ja. Je merkt niet meer zo'n verschil daartussen? Ik zelf in ieder geval niet. Ik vier meer van 31 december en 1 januari van het nieuwjaar dan het Chinese nieuwjaar.